baby. Speentjes. Tuxie. Ik neem het heel graag aan. Oh, ja. Maar die. Ja, die kan papa niet. Muziekje. Nou, wij vissen in de visvijver. Kaas. Oh, wat koud. Dat zeg. Oh, goed zo. Oh. Ja. Lucille. Oh. Oh, mooie kleur. Oké, koud. Het is lekker, hè? Ach, kijk dan. Maak wel, hè? Een hele goede morgen, jongens. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is weekend. Het is zaterdagochtend. En we zijn eigenlijk allemaal een beetje ons ding aan het doen. Wat ik eigenlijk aan het doen was, is even de flesjes en de speentjes en het uitkoken in een pan met kokend water. Zodat het allemaal straks steriel is voor als de baby er is. En we gaan eens even kijken wat de rest aan het doen is. Lucilla, Luan en Luxie en papa zijn allemaal wakker. Maar iedereen is gewoon lekker een beetje aan het keuvelen in huis, want het is natuurlijk weekend. Kijk, Lucilla, Lucilla die is de visjes aan het voeren. Goedemorgen, Zeel. Zijn de visjes al wakker? Ja? Ja, zie je er een? Het heeft heel hard geregend gisteravond. Dus het is helemaal nat. Maar kijk. Oh ja, ja. Als zij komen, dan zwemmen ze weer meteen weg, hè? Ja, ik was gistermiddag vergeten om eten te geven toen ik dat even doe. Doe het nu even. Heel goed van jou. En papa, waar is papa? Daar, waar de hondje. Och, hier. Die zit hier zijn zinmomentje te pakken. Ja, goedemorgen. Wat meditatie. Ik woezel pupje. Heb je ook lekker geslapen? Ja, ik heb ook meedoen. Lekker geslapen. Het heeft super hard geregend gisteravond. De hele nacht gerommeld. En ja, dus de tuin is er goed gesproeid, zeg maar. Ja. Maar eens even kijken waar Luan en Luxie zijn. Ja. Want die zijn binnen ergens aan het keuvelen. Moeten ze meteen nog ontbijten, maar het is erg vroeg voor de ochtend. Het is nog 7 uur 's ochtends. We zijn allemaal wakker. Maar dat maakt niet uit. Even kijken. Wat gek geluid komt hier vandaan. En goedemorgen. Wat zijn jullie aan het doen? Goedemorgen. Punt aan het slijpen met de puntenslijperapparaat. Oh, dat is een lekker klusje, hè, Luxie? Luxie ook lekker geslapen, liefie. Zitten ze hier al puntjes te slijpen. Maar Luan is natuurlijk helemaal van dat technische dingetjes. Dus we moesten de punten slijpen. En dan ook wat hebben van de action. Van de action, oké. Okay. Nou, en ja, en Sammy die zit hier gewoon lekker in zijn kooi. Ja. Sammy, ben je wakker? Nee, ja, die zit nog te slapen. Nou ja, die hebben we gisteravond geknipt. Wat? Kijk, daaronder. Waar is hij? Oh ja, daaronder. En die wil hem zien, onder het rekje zit hij. Nou, dus, jongens, kijk vandaag weer... Gezellig met ons? Nee, joh. Scherp. Ja, scherp, hè. Maar ik leer Luxie dat ze niet haar vingertjes hierin mag. Nee, het is alleen voor de potloodjes, hè, Luxie? Ja. Ja. Heeft Luxie nou een speentje in de mond? Weet je voor wie die is, Luxie? Babybaggy. Voor de baby, hè? Die gaat mama uit. Pip. Ja, dan doe ze een pip erop. Die gaat mama uitkoken. En als mama hem helemaal heeft schoongemaakt, dan moet jij hem niet meer in de mond doen. Goed? Ja. Als de baby helpt, mag jij de spelen van hem. Goed? Uitkoken. Uitkoken, ja. Laat hij in een hete pan. Ja, kijk. Luan. Hierin. Luan, kijk. Luxie. Luxie baby. Nou ja, mama, hij wordt zo meteen toffer schoon. Ja, hij moet nu nog schoongemaakt worden. Dan mogen jullie hem niet meer in de mond doen, hè? Nee. Kijk, en hij in de pan. Bloeiheet. Dit is kokend water. Ja, dat ga ik zo opzetten met kokend water. En dan gaan we het even allemaal uitkoken. En dan is het straks helemaal klaar voor de baby. Kijk uit, jongen. Is ja, heet. Kijk uit. Er zitten allemaal dingetjes in. Ja. Wat veel spenen. Ja. Ja, want je weet niet precies welke speen de baby fijn vindt. Kijk, je hebt bijvoorbeeld zo'n speen. Met zo'n bolletje. Maar je hebt ook die. Kijk, ik weet niet of de camera het ziet. Hop, kijk, zo'n bolletje. En je hebt ook zo'n speen met zo'n plat bekje. En het is ook nog een beetje wat leeftijdverschil, zeg maar. Mam, hoe ouder de baby, hoe groter het speen. Ja, niet aankomen hoor. De pan is heel heet. Warm. Ga er maar even vanaf, kinderen. Mama. Ik ga het even afmaken en dan gaan we zo lekker ontbijten. Mama. Ik had het ontbijt al klaargezet. Ja, liefie. Mama. Ja. Oké, mama.
O61. Ja, er zit ook een flesje in. Ja, en er gaat nog een flesje in. Deze wil ik ook even uitkoken. En ik ga die borstenkolf tas. Kijk. Gaan hier heb ik nog. In de pan doen? Nee, niet de pan. Ik heb ook nog die borstkolf die jullie vorige vlogs ook voorbij hebben zien komen. Er zitten ook flesjes in. En die wil ik ook even uitkoken. En die dingen en zo, zeg maar. Niet dat ik. Ik weet nog niet in hoeverre we deze gaan gebruiken, maar. Ik weet dat de kinderen en Daniel heel graag de baby een flesje willen geven. En aangezien ik volledig voor borstvoeding ga, moet ik dus eerst kolven voordat het in een flesje komt. Maar goed, dit is nog van de vorige van Luxie. Dat wil ik allemaal eerst nog even schoonmaken. Dus dat was ik eigenlijk ook aan het doen deze ochtend. Deze vroege zaterdagochtend, jongens. We zouden uitslapen. We hebben gisteren weer de Voice gekeken. Dan is het weer laat. Maar ja, we waren ze allemaal weer wakker. Dat is ook niet erg. Want we gaan vandaag toch niks bijzonders doen. Ja, ik was ook wakker. Ik kan niet zo goed slapen, jongen. Ik ben nog gewoon vroeg wakker. Kijk, dit moet ik even helemaal uitkoken. Ik ben een beetje muffig geworden. Zie? Luxie was van jou geweest. Ja, Luxie melk erin gestroomd. Oké, allemaal uit elkaar halen. Dan gaan we het even wassen. Allemaal onderdelen. Toen jij een baby was, ja. Ja, maar je hebt het niet heel lang. Je was liever van mijn mama aan de borst of van een fles. Goed. Nou, en een pannetje met flesjes en speentjes. Even laten koken. En dan is het schoon. Oh, Luxie. Vind je nou zo brood uit je zak te eten? Luxie. Nou, mama gaat snel het ontbijt even op de tafel zetten, goed? Volgens mij heb jij wel trek in de buik, hè? Ja. Hé, hey, is die wakker? Kijk, hij loopt. Maar doe voor de veiligheid. Oh, wow. Sammy. Sammy moet klimmen. Ik heb voor mijn veiligheid. Ja. Dat is goed. Hij kan het wel. Ja. Hij kan het wel, hoor, Sammy. Zo lief. Nou. Hij heeft veel gehamsterd. Zie je dat? Hij is helemaal vol in zijn hamzak en wangzakjes. Mama. Ja, nou, Luan die is even de tafel ontdekken. Kunnen we zo meteen lekker eten. Oh, kijk dan, hij zit hier in je haar. Kan je hem even pakken? Ja. Thanks. Oh. Hij klimt heel graag bij mij. Ja, hij vindt jou lief, hè? Kunnen we zo aan tafel. Flesjes. Uitgekookt. Is die helemaal nat? Dat is niet zo erg. Ik vind dat wel ook. En dan kunnen we ze meteen even afdrogen. En schoon weer terug doen in het tasje. En dan straks hopelijk in de kraambeek dat ik kan gaan proberen te kolven. Is het nou kolven of golven? Golven. Kolven. Met een K, toch? Ja, ik ga het ook weer. Hij gaat golven, maar ik ga kolven. Ja, ik ga ook weer een flesje geven, want nu al weet je nog. Ja, dat is ook niet wel. Ik ook eens dat flesje. Had ik nu al zo? Kom maar. We draaien hem even. Kijk even wat ik laat zien. Had ik nu al zo? Heet. Oh, het is nog heet. Het klopt. Hoe moet je de melk voelen of die te heet is? Hoe doe je dat? Aan de tepel, toch? Nee. Oh, nee, papa. Nee, hoe deed je het ook alweer? Hij weet het nog, jongens. Toen ik altijd aan het werk was bij Luan, ik was toen nog fulltime aan het werk. Toen ging Daniel heel veel fles geven aan Luxie, aan Luan. En toen Lucilla geboren werd en mama niet meer naar de winkel hoefde, wat deed Lucilla? Ploep. En zei Lucilla, nee. Mama die. Mama die. Is mama die. En wat bedoelt ze met mama die? Mama die. Mama die. En Luxie ook. Maar mijn broertje, ga papa echt wel weer proberen. Papa wil weer de fles gaan geven, jongens. Het is heet, het is heet. Ook wat meer. Dan mag je ze niet meer in de mond doen. Ja, heb je ze in de mond gedaan? Oh ja, 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 die hebben we al in de mond gehad. Sorry. Is schoonmaak. Sorry. Jullie mogen het nou niet meer in de mond doen. Het is nou helemaal steriel voor de baby. Dat was even een blaas van de paal. Ja. Maar mam, wij zijn nog stroom. Ja, maar de baby, als hij net wordt geboren, moet hij heel erg... schoon zijn nog extra schoon. Steriel, steriel noemen ze dat. Leuk hè? Zet hier eens uit! Het is nog een beetje warm, jongens. Het komt uit een kokende pan water. Ik vind het niet zo heet. Ja, het koelt wel af, maar we moeten wel uitkijken. Gaan we eens even
droog maken. Kijk, dat kan jij wel even doen. Een theedoek. Samen. Jij mag het ook doen. We hebben nog een theedoek. Kijk eens. We hebben nog een theedoek. Nog een theedoek. Kijk. Mag jij met die theedoek? Doe maar schoonmaken. Ja? Zo, nee, dan pak je een flesje. Pak je een flesje en ga je poetsen. Dit is trouwens een koude pan soep. Die was nog van gisteren over. Kunnen we denk ik vanmiddag wel even opeten. Dat was nog die tomatensoep. Absoluut. Kijk uit, jongens, want dit is heet. Het is koud. Ja, nee, maar ik bedoel, het is nu niet heet om eraan te zitten. Nee. Maar ik verwarm hem wel vanmiddag. Nee, ik wil iets anders. Is het ook wel koud? Ik vind het wel lekker hoor. Ik hou niet van tomatensoep. Oh, maar gisteren had je hem helemaal opgegeten. Ik ben er wel lekker. Ja, we gaan nu brood eten. De ontbijten gaan we met brood doen. Dat nou, met soep. Ontbijt met tomaat. Wat soep? Kook ik er een eitje bij. Hartig ontbijtje. Maar dan moet je er allemaal in. Ja, en dan zit je even daar neer. En dan doen we mama zo meteen alle hapjes erop. Hoe moet je erin? Moet je een beetje frummelen. Kijk. Is deze pan binnen bij klaar? Nee, ik wil de eitjes in koken. Als we meteen klaar is, ook de gekookte eitjes. Wie wil een kookeitje? Wie wil een kookeitje? Luxie ook een kookeitje? Nee. Oh, dus nee, papa. Mama, papa. Ja, een baby mama, ook. Mama, dit is mijn vijfste. Ja, goed zo hoor. Dan moet er vier, hè? Schiet. Dit is wel een hele grote pan voor een paar eitjes. Ja, maar hij heet dus. Zullen ze wel. Kijk uit, jongens, dit heet. Heet ik afdogen. Ja, heel goed, liefie. Bijna. Ja, is die leeg? Nog één tepeltje. Nog één tepeltje. Klassiek tepeltje. Nou. Dan gaan we, hè? Ik zie graag jij tellen. Dit is eitje nummer 1. Dat was nu al. Dit is eitje nummer 2. Dat is Lucilla. Eitje nummer 3 is Luxie. En eitje nummer 4 is. Luxie hoeft geen eitje, schatje. Oeps. Oh ja, je doet het te hard, hè? Ja, maar dat dacht ik al. Dan zwemmen ze en dan krijg je. Ja, dan krijg je dus dit. Je doet ze ook heel hard erin. Mag ik het zien? Ja, dat is een beetje lastig. Liefje, die moet je even helemaal. Papa tilt je even op je. Kijk, dan heeft papa hem open gemaakt. Eentje is los. Maar is niet erg. Kan je ook wel eten. Is ook lekker. Hey, papa die los. Ja. Nou, deze even afdrogen. En dan kunnen we die allemaal weer doen netjes in dit tasje. Waar we dan straks weer het allemaal in kunnen bewaren. Zombie. Nou, dankjewel voor jullie hulp. Daniel. En ook de spinkjes in het doosje. Nou, eet smakelijk jongens. Ik heb trouwens jullie mooie beker weer. Van, die we van jullie hebben gekregen. Een lekkere thee. De mega mok, inderdaad. En papa die heeft wat gaatjes in zijn brood. En wij weten hoe dat komt vanochtend. Luxie heeft met haar hand in de zak brood. Ja. Maar zet ze met appeltjes dicht, zoals maar hapjes in dit appeltje. Ja, legt ze het weer terug. Dat is schattig hoor, zoals ik vroeger ook wel Luxie. Kom Lux, even lekker hapje eten. Papa eet al om de gaatjes. Heel smakelijk, ja. Gekookt eitje voor Luxie. Gekookt eitje voor Luxie. Luxie, wil je ook een gekookt eitje? Een gekookt eitje voor Luxie. Luxie die is aan het spelen. Alsjeblieft. Creatieve Lucille, wat heb jij gedaan met je muts? Mooie strikjes opgezet. Mooie strik opgezet. Dan ben jij een gestrikte eenhoorn. Ja, een gestrikte eenhoorn. Mooie Luxie. Eens kijken wat voor jurkje je hebt uitgekozen. Absoluut. Hé, kinderen, gaan jullie papa en mama ook even helpen met het huis poetsen? Papa gaat even met de stofzuiger en het wel doorheen. En jullie mama helpen de kamers een beetje ordenen. En dan straks, als het wat warmer wordt, ga ik een kikvor gespannen worden. Ja, gisteravond ging het dus echt te keer met regen en wind. Maar volgens mij is de schade beperkt voor levensstand. Met een roos. Oh, de gespalkte roos. Ah, deze is echt definitief geknakt. Ach, dat is zonde. Ik had hem gespalkt. Ja. Die krijg ik denk ik niet meer aan elkaar. Wow. Mooie roos. Ach, jongen. Kijk, deze staat nog wel heel mooi. Maar Luxie, kijk eens. Het is door de storm is omgeknakt. Ja, Luxie, gisteren na de storm. Is die omgeknakt. Ja, die kan papa niet meer maken. Deze is gelukkig nog wel heel mooi. Zie je dat? Papa. Kan gebeuren, hè? Die is mooi, hè? Die is niet mooi nog. Wat zeg je? Nee, die niet. Die moeten we even snoeien. Dan ben je heel voorzichtig zo. Kijk zo. Oude balletje.
En dan doe je een wens en dan zeg je... Poeh, liggen er alle blaadjes. Rozenblaadjes. Nou, gaan we even verder de tuin snoeien. En dan ga je helpen stofzuigen. En helpen dweilen in de kamers opruimen. Toppie. Toppie. Zo, nou, ik zag hier de tuin heb je gespannen. In de hoop dat je nog aansterkt, Roos. Al het al. Gaan we het even uithalen en er weer even vers water bij indoen. Om natuurlijk ook onze lege kooikarpetjes goed te blijven verzorgen. Even het oude verwelkte bloempjes eruit halen. Heel rustgevend dit. Nou schat, ik heb net de bloempjes weer gesnoeid. En ik moet straks echt de vijver in als hopelijk wel de zon doorbreekt. Want er ligt heel veel alg. Maar we zagen net wel alle visjes. Ik heb net een shot gemaakt. Heb je de visjes mij, shot? Alle visjes ja, volgens mij. Ze worden steeds stammer, hè? Ze worden steeds stammer. Komt doordat wij elke avond knuffelen met een blokje kaas eruit. Ja. Maar wat gebeurde er? Liefje heeft net de stofzuiger gepakt. Ik zit eigenlijk zie weer aan het huis stofzuiger poetsen. Heeft zelf gepakt. Dus ja, ik heb pakken en dan heeft ze hem hier neergezet. Nou, ik ga even met de stofzuiger door het huis. Daar komt de stofzuigman aan. Muziekje ook dan. Lekker bezig. Is Luxie weer? Heb je weer een andere jurk aangedaan? Mooi, liefie. Die is wel wat lekkerder, hè? Korte maar, mouwen. Ja? Mijn moppen aandoen. Ja, ze is heel mooi, schatje. En ze is ook helemaal fan van die lange vlecht. Hé? Kan je niet wachten tot je ook lange haren hebt? Waar zijn Luan en Lucilla? Laten we eens even kijken. Hier zijn de kinderen. Woe! Applaus! Ga je lekker aan het dansen? Bij de dansdisco van Luan. Gezellig jongens. Nou, wij zijn even aan het poetsen. Oké. En dan gaan we zo eens even kijken of we buiten kunnen gaan spelen. Ja. De raam maar een beetje open. Soms kan we ineens. Ja, we moeten de visvijver gaan schoonmaken. Wat wordt dat vandaag? Ik ben trouwens vandaag bijna 59 weken zwanger. Oeh. Ja? Wat is er? Lekker boontjes. Nee, we gaan geen snoepje eten. Je hebt net je ontbijt op, Luxie. We gaan straks lekker buiten spelen, goed? Dan doet Luan zijn zwembroek aan, jongen. In de visvijver met papa. Hij is blij. En als een zorgen zijn. Nou, wij gaan lekker spelen op de kamer. Mama en papa die zijn dus ja, het huis aan het schoonmaken. Want dat moet natuurlijk gebeuren. Als we dan klaar zijn, denk ik 2 uur later, dat dan alles gedaan is. En dat we dan ja, in de visvijver gaan. Zo, nou ik ben al even lekker bezig. Het hele huis is inmiddels gestofzogen. Ik heb de lange hal met de slaapkamers al geteld. Kijk, die zijn nu aan het drogen. De speelkamer. Nu de woonkamer. Lekker gedweld. Straks nog het terras. En dan nog even de keuken, werkkamer, eetkamer en dan nog die hal. Nou, en dan afkoelen volgens mij in de vijver. Ondertussen zijn wij klaar met het poetsen van het huis en hebben wij hier kaas. En deze kaas is niet voor onszelf. Nee, nee, nee. Deze kaas is voor onze... Vissen. Vissen. Onze kooikarpers. Er zitten er ongeveer, 2022 zitten erin. En opa die is erachter gekomen dat als je regelmatig wat lekkere kaasblokjes erin doet, dat ze dan ook steeds stammer worden. Ze worden steeds stammer en ze vinden het steeds interessanter om te kijken wat er allemaal gebeurt. Dus dat is goed nieuws. Opa die heeft het hele water zo gemaakt dat het zelf gezuiverd wordt. Alleen we hebben iedere keer die alg erin. Dus wat we nu doen, wat opa ook al een paar keer heeft gedaan, is dat we erin gaan met de benen. En dan rustig al dat alg eruit halen, zodat we niet de visjes aan het schrikken maken. Dat ze wel een beetje aan ons kunnen wennen. Maar dat we iedere keer dat alg eruit halen en dus de visvijver mooi schoon blijft. En vandaag wilde Luan het graag doen. Gelukkig is het lekker weer. Ik heb je vast. Kijk. Ja, we gaan er mee staan. Op de steen. Oh, wat koud. Ja, ja. Dit is niet... geen verwarmd zwembad, jongen. Kijk. Daar zo bij die kraan. Dat goed. Oh, wel lekker hoor, die steentjes tussen mijn tenen. Ja, gooi hem erin. Gewoon erin gooien. Kijk, dat zijn alle algen
plantjes. Die gaan we er dus allemaal uithalen. Oh, nu hebben we dat netje er dus uitgehaald. Hier is de waterval, Marvin. Goed zo, jongen. Kijk, alles pakken. Het valt ook gewoon... wel mee als je het ja, het valt ook wel mee. Alleen de visjes zijn ver te zoeken. Waar? Komen ze kijken? Ja, ze zitten erachter verstopt. Daaronder zitten ze vaak verstopt. Daar. Oeh, dat is een grote. Een heel groot stuk. Pak allemaal maar mee, jongen. Ja, ik heb een slaapkopje. Ja, heel goed. Ja, keurig. In de emmer. We worden echt een kikvors, man. Hey. Oeh. Ja. Zo. Zo. Daar ligt ook een hele plak. Ik denk, hier was je goed bezig. Ik blijf ook zien. Oh ja, hier, hier, hier. Voelt lekker, of niet? Ja. Het voelt wel lekker voelen. Het voelt wel lekker. Ja, natuurlijke slijm. Ja, ook een soort slijm. Oh, hier nog. Ja. Ja, doe er maar in. Kijk, wordt een mooie. Ja, die gaat open als de zon schijnt. Ja. En dicht als de zon weer weggaat. Grappig, hè? Ja. Goed zo, jongen. Het groeit alle kanten op, hè, dat spul. Hier is de schuursponsor van Opa. En, geloof ik niet, maar wat zei die? Even een borsteltje. Ja, dat gaat op de blok. Goed zo. Alles gaat aan de muur plakken. Dan. Ja, dat plakt aan de muur vast. Ja, maar het is helemaal los, want het is ook een handrug. Oh, kijk hem! Ja. Eik hem schrobben, jongen. Oh, mama, kijk, 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 de visjes! Ja, ze zwemmen tussen je door. Ze zwemmen, tussen je door, jongen. Ik doe zo'n paar minuten door. Goed zo. Kijk, kijk, kijk! Ja, daar komen ze. Ze worden wel nieuwsgierig, hè? Ze borstelen zien, de hele muur helemaal zitten. Nee, lijken ze onze kaas. Top. Ja, misschien ruiken ze wel jullie kaas, ja. Dan raakt het los van de muur. Kijk! Oh. Ja, kijk, deze waterleden die is open gegaan. Ja, moet je kijken. Ja. Oh, Lucilla wil ook even poetsen. Wat ga jij poetsen, meisje? Mijn armband mag niet eronder. Oh nee, geef die maar even aan mama. Nee. Oh. Ja. Oh. Lucilla die poetst deze bak. Ja, heel goed. En dan kan ik het ook. Nou, ik vind het heerlijk. Ja, vind je het lekker? Ik ga niet erin. Nee, maar ik begrijp het niet hoor. Het is echt Het is lekker verkoelend, hè? Ja. Ik wil een zonnetje en wat dan gelijk. Ja, wil jij er wel in? Ik zie het ook weer. Ja. Ja. Nou, dat wordt weer goed gepoetst. Opa is trots op jullie, denk ik. Het is best grappig, want Luan staat er dus in. Maar je ziet iedere keer dat de kooikarpertjes toch heel nieuwsgierig zijn. En iedere keer even snel bij Luan het benen gaan zwemmen. Dus volgens mij zijn ze wel heel erg nieuwsgierig. Dan worden ze steeds stammer. Moest er een plekje van opa. Wat is dat? Oh, dat is een plant. Oeh, dat is een plantje tegen het alg. Oké. Okay. Ja, want opa die heeft ook die, dit is zo'n zuigding, zeg maar, zo'n systeem. Gaat daar doorheen. Wordt het water gezuiverd. En doordat het daar doorheen loopt, maar ook daar water doorheen loopt, blijft het water iedere keer continu in beweging. Oh, lieve doe je. Zo hard. Goed zo, jongen. En er zit ook een soort lamp in ergens. Ik weet niet precies waar. Die ook, oh daar. Die ook het alg weghoudt. Oh, man, ze blijven ook gewoon echt bijna staan. Ja? Zwemmen ze niet weg? Ah. Ja, lekker. Jongens, we eten vanavond gezonde groene alg. Spinazie. Maar dan iets anders. Kijk, hij is nou dat filter daar aan het schoonmaken. En volgens mij ben je wel aan het water gewend. Je zit er helemaal in. Ja. Ja, is het hoor. Oh, kijk, daar zit ze. Ja, zwemmen ze daar? Ja. Oh, ja. Dat is een baasje. Ja. Oh. Heel dood. Doel. Ja. Beetje dood haar of zo. Ja. Borstje uitgevrongen haar. Voor zijn mannen haar. Ja, Luan heeft nu kaas in zijn hand. Zijn ze daar? Komen ze naar je toe? Ze
ben heel erg dicht bij mijn aasmiddelen, kaasloes. En nou, we zijn nu benieuwd of ze naar me komen. Ik moet wel heel erg stil zitten, want daardoor worden ze pissig. Zitten bij het aasleven. Ze zitten echt 15 centimeter verder weg van mij. Ik word het gek groot als ik er bij zit. Ze zitten nu met elkaar te praten of ze het echt wel gaan doen of niet. Ik ben dus zo benieuwd dat ze van plan zijn. En ik hoop dat ze ook echt aan de aankomen eten. Want het is natuurlijk super cool. Ze is eten. Ze is zelfs een tonnetje. Ja? Ja. Het is net zo klein als Sonic. Dan... Ja? We zijn echt niet helemaal lief. Maar je moet er wel voor zorgen dat ze kan doen. Je moet niet echt stil zijn. Want die is nu weer verder aan het poetsen. Maar je ziet dat daar achter komen ze langzaam hier naartoe. Dat ze toch al een beetje nieuwsgierig zijn naar die kaas. Kijk, daar zijn ze. Kijk, daar zijn ze aan het eten. Terwijl Luan hier staat te poetsen. Dat is zo, jongen. Toch wel nieuwsgierig aan wat jij nu bent. En wat je daar in het water hebt gegooid. Ik ga even lekker tussen de koeikarren zwemmen. Ik ga hem echt aan. Ja? Had je hem aangeraakt? Ja? Tikkie. Maar ze gaan snel, joh. Ja. Maar ze zijn toch wel nieuwsgierig naar jou. Zie je dat? Ja. Oh, kijk dan. Je zwemt echt. Ik ga nog even verder zwemmen tussen de vissen. Ja, dat is goed. Het wordt mooi schoon, jongen. Ja. Goed gedaan. Ondertussen is Luxie met het borsteltje bezig en Lucilla. En Luxie die zit hier uit het dwel te spelen. Ben je dit aan het schoonmaken, Luxie? Nee. Mooi, liefie. Ja, papa had hier even het dwel neergezet, hè? Dat kan jij ook goed. Nou, toppie. En het huis schoon en de visvijver schoon. Lucilla vindt deze bloempjes mooi, liefie. Een mooie kleur. En ondertussen heb ik mijn tomatensoepje van gisteren weer lekker opgewarmd. Luan heeft inmiddels de visvijver achter zich gelaten. En hij is natuurlijk een beetje vies van de vissen lucht. Dus ze staan hier even lekker onder de buitendouche af te douchen. Luxie, die is erbij komen staan. Even weer een beetje schoon worden. Ja? Ja? Achter een plantje, hey papa. Oh, dat is slim, ja. Even de vissenlucht van je af doen. Maar Luxie wil ook. Ik zie ook. Oh, Lucilla heeft ook de zwempak aan. Dan kreeg je koud in de vuil. Ja, dat kan me voorstellen, jongen. Ik heb de overgaan. Ik ga je 18 graden, denk ik. Ja. Nou, misschien wel 15 graden. Ja, ik weet het niet. Nou, even lekker afspoelen. En dan is hij weer helemaal schoon. Oh, Luxie heeft ook. Luxie vindt het ook lekker. Dat is lekker, hè? Ach, dat is lekker. Nou, van zo'n oude douche, toch een mooie douche. Heeft opa toch nog even goed gefixt, hè, die douche. Dat is wel heel fijn. En nou lekker snel in de jacuzzi, jongens. Ja, nou, dan doe ik hem heel even koud. Ja. Oh, ja, oh ja, dat is wel slim. De jacuzzi is natuurlijk ook warm. Kijk, Luxie, jij wordt heel erg koud. En... ja. Onder de koude douche. Oh, koud. En dan snel. Ja, je bent afgekoeld. Worden. Ja, en dan goed afspoelen. Ja. Oké. Okay. En dan snel in de warme jacuzzi. Oh, ach, kijk dan. Dat is lekker. Nou, jongen. Verdiend, kerel. Goed gedaan. Zo, ondertussen hebben we de lekkere soepie weer opgewarmd van gisteren nog. Dan gaan we even lekker eten. Heerlijk. Dat smaakt wel, hè? Net zo'n plons. Zo maakt tomatensoep. Ja, van gisteren. Nou jongens, wij gaan deze vlog voor vandaag weer afsluiten. En nog even lekker verder chillen hier in de tuin. Vonden jullie dit nou weer een leuke vlog? Doe even de... Ja. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En we zien jullie morgen in een nieuwe vlog. Tot morgen. Tot de dag. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf niet staan.